Het is echt niet normaal. Dit moet je gaan ruiken. Ik kon niet kiezen, dus ik heb ze gewoon bijna allemaal meegenomen. En deze is zo lekker. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van The Action. Ik ben Floor en je kan me misschien kennen van mijn eigen YouTube kanaal Floor Delver. En vandaag heb ik echt een mega leuke shopvlog voor jullie. Ik heb ongeveer 15 items volgens mij gescoord onder de 3 euro. En al deze items hebben te maken met het thema herfst of gezelligheid. Nou, dit thema dat past natuurlijk helemaal bij mij. Ik ben echt een herfstpersoon. Ik maak zelf ook heel vaak herfstvideo's. Nou, de tas ligt hier. Hij is echt mega vol en zwaar. Dus ja, heb jij zin in deze video en zin om te zien wat ik allemaal onder de 3 euro heb gehaald? Blijf dan zeker even kijken. Doe dat een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van The Action. En dan gaan we snel beginnen met de shopvlog. Ik ben toevallig gisteren naar The Action geweest en ik zag echt hele leuke dingen. Dus ik heb heel veel in mijn mandje gestopt. Dus ik begin wel gewoon met het allereerste wat ik zie. En dat is dit. Het maakt heel veel geluid. Herfstdecoratie. Dit zijn dennenappels. En je had verschillende soorten. Je had met een beetje wit erop, maar je had ook gewoon puur bruin, zeg maar. Dan vind ik dat witte wat zachter en ik heb ook heel veel wit in mijn kamer. Dus ik dacht, ik doe een beetje met wit erop. Dit maakt je kamer wel echt af als je het een beetje herfstproef wil maken. Dus ik ga dat ook zeker nog doen. Ik denk dat ik dat ook nog ga filmen voor mijn eigen video. Maar deze dus. En deze die kost... Deze zak is 99 cent. Dan het volgende item. Dat zijn eigenlijk 3 items, maar ik vind het een soort van 1 item. Ik heb van die versiertakjes, hoe noem je dit? Herfsttakjes gehaald, blaadjes. Dit is gewoon plastic, dit is uiteraard nep. Maar ik vond deze nog wel heel mooi. Je had namelijk ook een paar liggen die heel rood waren. Maar deze heeft dan wat meer geel-oranje rood. En ik denk dat je dit echt heel erg leuk kan combineren met droogbloemen. Dus dat je wat droogbloemen en pluimen in een vaas doet. En dat je deze er een beetje doorheen, zeg maar, stopt. Dat het net een wat herfstige vibe geeft aan je kamer. Dus ja, ik vond deze wel mooi en het lijkt ook nog best wel echt. Als je het van een afstandje houdt. Per stuk 99 cent. Oké, dan heb ik iets gehad wat niet per se te maken heeft met herfst of gezelligheid. Maar ja, ik had het wel nodig en het is onder de 3 euro. Dit is namelijk een keukenrol houden. En op zich, dit zet je op je tafel. Tijdens gezellig eten misschien. Als je sperrips gaat eten of zo. I don't know. Als je vieze vinger krijgt. Dit is in ieder geval een mat zwarte keukenrolhouder. Je kan het hier wel zien. En ja, ik had het gewoon nodig. Dus deze vond ik heel handig. Deze die kost 1,99 euro. Toen kwam ik bij de kaarsen. En daar moet je me echt weghouden. Echt. Ach, ik hou van de kaarsen. Vooral geurkaarsen. En ik zag iets liggen wat ik nog nooit bij de Action heb gezien. Vorig jaar heb ik het ook niet gezien. Dus geen idee of het nieuw is. Maar ik zag het en ik moest het meenemen. Het is misschien een beetje vroeg, maar voor mij is het persoonlijk nooit vroeg. Oh mijn god, ik heb van die ja, kaarsjes, geurkaarsjes. Dit is een kersteditie. In de geur Spiced Cinnamon. Oh my god. Maar dit is toch ook gewoon leuk om als cadeautje of zo te gaan geven. Dus ik zag dit liggen en ik ging ruiken. Het is echt zo lekker. Maar Spiced Cinnamon is ook echt een herfstgeur. Dus oh, helemaal blij mee. Ze zijn rood. Dus die heb ik meegenomen. Maar ik zag dus ook dezelfde. Maar dan Winter Woods de geur. En die ruikt ook echt mega lekker. Echt bizar. En deze zijn dus wit. Ja, dit is echt niet normaal. Dit moet je gaan ruiken. Je hebt er dan 24 in één zo'n verpakking. En ja, ik ben hier echt helemaal blij mee. Je kan me echt niet blijer maken dan met geurkaarsen in een herfst of in een wintergeur. Oh. Deze kostte 1,29 euro per verpakking. Dan heb ik hier ledlampjes. En dit zijn niet zomaar ledlampjes. Deze hebben een bepaald touwtje of snoertje om zich heen, zeg maar. Dit zijn de ledlampjes. Ik vond dit echt heel schattig. Dit geeft ook echt een warm en knus gevoel aan je kamer of aan je woonkamer. Waar je het ook wil plaatsen. Dus ja, hiermee kun je echt een, bijvoorbeeld dat plankje daar. Kan ik dit een beetje misschien wel opleggen? Misschien is dat wel echt super gezellig. Dus dit komt er zeker van pas. En deze kun je gewoon met batterijen vullen. Dus deze. En deze die kosten. Hier, deze die kost 1,39 euro. Dan heb ik nog een deo gehad, want ook dit had ik nodig en dit was onder de 3 euro. Dit is de Axe Gold. Ik vind deze zo lekker. Misschien weet je het niet, waarschijnlijk weet je het niet als je me niet volgt, maar ik gebruik eigenlijk altijd mannen deo. Ik vind die geur echt veel lekkerder ruiken. En van die vrouwen deo
heb ik het gevoel dat je gewoon, dat je zweet er gewoon op doorheen komt. I don't know, ik vind dat gewoon. Dus ik vind mannendeo echt heel chill. En de gold van Axe is super lekker. En deze heb je dus gewoon bij de Action. Dus deze heb ik nog meegenomen. En deze deo kost €1,79. Dan heb ik wijnglazen meegenomen. En dan heb je er gewoon 3. Dit past ook wel bij gezelligheid. Want met gezelligheid ga je lekker borrelen. Tenminste, dat zie ik voor me. En daarbij hoort wel een lekker wijntje. En ik had ook nog geen rode wijnglazen. Ik heb wel witte wijnglazen, want ik drink persoonlijk zelf wit. Maar als mijn schoonmoeder bijvoorbeeld later komt op visite, die drinkt bijvoorbeeld weer rood. Dus dan vind ik het wel chill om rode wijnglazen te hebben. Dus ik heb er 3 in zo'n pak. En dit kost volgens mij ook helemaal niet veel. Deze die kostte €1,99. En dan heb je er dus 3. Dus daar ben ik heel blij mee. Bij een gezellige avond, een cozy avond, ga ik heel vaak in bad en ga ik lekker een boekje lezen, doe ik wat kaarsjes aan of ik doe mijn geur diffuser aan. Maar ik zag dus een badbruisbal bij de Action en ik heb nog nooit een badbruisbal van de Action geprobeerd. En ik vond deze er nog wel echt herfstachtig uitzien ook. Het is deze rode met gouden glitters en hij ruikt ook echt mega lekker. Deze heb ik meegenomen en deze die kost €1,79. Dan heb ik nog van die pompoenlampjes meegenomen. En dit past ook helemaal natuurlijk bij de herfstdecoratie voor in mijn kamer straks. Ja, dit zijn gewoon van die ledlampjes met pompoenetjes erop. En ja, dit geeft natuurlijk gewoon een herfstsfeertje. Dus deze kon ik niet laten liggen. En deze die kost €1,49. Oké, toen zag ik weer wat liggen. En dit heb ik ook nog nooit zien liggen. Misschien kijk ik gewoon niet goed, maar ik was echt... Ik ben heel enthousiast hierover. Ik heb namelijk geurzakjes gevonden. En je zou vast denken, wat wil je hiermee doen? Nou, je kan het natuurlijk in je kledingkast leggen of in je kamer. Maar ik wil het in mijn auto leggen. En deze geuren maakt me echt heel gelukkig. Dit kost 49 cent en dan heb je dus een geurzakje. Je kan hem dus ophangen. Maar ik ga hem dus neerleggen. En ik heb de geuren. Pumpkin Spice. Pinewood. En Winter Frost. Ik heb dus deze 3 geuren. En oh mijn god, dit ruikt zo lekker. Ik heb het wel uit de verpakking gehaald om even te ruiken. Maar ik ben hier echt heel blij mee. Ik kon ze ook gewoon, ik kon niet kiezen. Dus ik heb ze gewoon bijna allemaal meegenomen. Ik heb al bedacht dat ik eerst deze ga doen voor de herfst in mijn auto. Dan als het winter is, doe ik de winter, zeg maar. De wintervariant. En dan in februari of zo kan ik de Pinewood doen, want die kan altijd. Maar hier ben ik echt mega blij mee. En dus... Dit kost dus maar 49 cent per zakje. Dan heb ik nog meer kaarsjes gehad. En dit zijn weer van die vaccinelichtkaarsjes. Van die minis. Maar deze geur is zo lekker. Ik heb de geur Cozy Cinnamon. En dit zijn de kleurtjes. Een beetje paars en rood. Maar deze zijn zo lekker. Ik haal deze eigenlijk elk jaar weer. En ik heb ze dus nu weer. Echt een aanrader. Deze kost €1,27. Nou, dan heb ik nog make-up remover pads gehaald. Dit zag ik al wel vaak voorbij komen, maar ik heb het nooit gehaald. En nu heb ik het dus wel gehaald. Hier zitten er dan 10 in dit netje. Ik zou het even openmaken, want dit zijn dus wasbare watjes waarmee je make-up kan afhalen. Dus dat is natuurlijk heel milieu, of best wel milieuvriendelijk. En wat duurzamer. Het is ook echt mega zacht en dit kun je dus daarna gewoon in de was stoppen en dan is het weer schoon. Dus hoef je niet telkens watjes te halen. Ik ben echt benieuwd of dit voor mij werkt, maar als het werkt ben ik er wel echt mega blij mee. Dus ik heb er hiervan 10 in zo'n zakje, echt heel schattig. Dit kost €1,99 voor dit hele zakje. We zijn er nog niet. Ik heb nog tapasbakjes gehad. Want dit hoort ook bij gezelligheid en tafelen. Dan ga je lekker borrelen, wat ik net al zei. En dan heb je gewoon tapasbakjes nodig. Ik had deze eigenlijk nog nooit echt zien liggen. Dus ik ben hier wel echt heel blij mee. Het zijn gewoon hele kleine bakjes waar je iets in kan doen. Dit zijn de bakjes. Een beetje van die kronkelachtige bakjes. Dit zijn de bakjes. Echt heel chill. Hier kun je echt van alles in doen. En deze kostte dus €1,79 en dan heb je er 2. Dan heb ik een jaderoller meegenomen voor €1,99. En bij een gezellige me-time avondje dat je die bruisbal in bad gaat doen, hoort ook een lekkere gezichtsmassage met deze roller. Dus deze heb ik meegenomen. Ik wilde het eigenlijk al een tijdje testen. Heb ik nooit gedaan. Dus ja, ik heb hem meegenomen. Mij lijkt het dus heel chill als je je dagcreme of nachtcreme op doet. Dat je dan met deze roller het vervolgens nog een beetje uitsmeert of zo. Gewoon lekker inmasseert. En dit heeft dus best wel veel voordelen, zeggen ze. Geen idee of het echt zo is. Ik vind hem er wel echt prachtig uitzien. Kijk nou, echt groen met goud.
Het ziet er echt heel mooi uit. Dus ja, hiermee kun je dan over je gezicht rollen. En dan kun je het allemaal een beetje strak trekken volgens mij. Het heeft allemaal voordelen. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het ziet er leuk uit. En ik denk dat het ook heel fijn is na nachtcreme. En dan als allerlaatst heb ik voor €2,99 deze ovenschaal meegenomen. Ik zal dit er even uithalen. Een ovenschaal hoort er ook wel een beetje bij als je gezellig gaat eten. Dan maak je een lekkere lasagne bijvoorbeeld. En dan doe je dat in deze ovenschaal. Ik vind hem echt heel mooi uitzien. Hij is gewoon mooi van glas. Maar hij is ook vierkant. En dat vind ik wel grappig. Wij hebben thuis altijd van die rechthoekige. Dus een vierkante ovenschaal. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus dat is het allerlaatste item. Dus dit was alweer de Action Shop vlog met herfstproducten onder de €3. Ik krijg hier echt een gezellige vibe van. Echt zo'n heerlijk warm gevoel. Ik ben echt een herfstpersoon, dus mij maak je hier echt niet blij mee. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En mocht je nog meer willen zien, check dan even mijn eigen kanaal. En dan zou ik zeggen, misschien tot de volgende keer bij het kanaal van de Action. En bedankt voor het kijken. Doei doei!